Yo kijkers van ShadowGames23, ik ben Ronald en vandaag heb ik een hele speciale video voor jullie. Ik heb onlangs de 300 abonnees bereikt en ik wil jullie daar even snel voor bedanken. Ik wil de mensen bedanken waarmee ik heb samengewerkt. Jordi van Dit is een Gaming kanaal, Jeroen van Gratis Game TV, Joran, Tim, even kijken wie nog meer. Volgens mij waren dat ze wel, ja volgens mij wel. Dus ja, ik wil die mensen allemaal even bedanken. Het kanaal van Jordi en van Jeroen staan hieronder in de beschrijving. Ik zou het echt enorm fijn vinden als jullie hun kanaal even checken en er even op gingen abonneren en even hun video's kijken, wat likejes achterlaten. Je kent het wel. Maar ja, ik wil jullie gewoon even bedanken voor al jullie support de afgelopen paar maanden. ShadowGames23 bestaat nu ongeveer, wat is het, een half jaar ongeveer. In het begin liep het niet zo heel erg goed. Ik schommelde tussen de 200 en de 250 abonnees. Ik kreeg er ongeveer 7 abonnees per week bij. Nou krijg ik dat per dag erbij. Sinds 2 weken, dat is echt gewoon enorm awesome. Echt gewoon bedankt allemaal. Ik kan gewoon het niet vaak genoeg zeggen. Maar ja, ik ga ook nog een beetje praten over de series, want we gaan meer doen met Call of Duty, we gaan uiteraard verder gewoon met Ronald speelt Minecraft, we gaan heel veel leuke Minecraft minigames doen samen met Jordi, Jeroen, al die mensen, dus we gaan ook adventure maps doen, we gaan gewoon normale games doen, we gaan Lego games doen, we gaan Pokémon doen, we gaan zoveel verschillende games doen en ja, ik heb al een geweldig gameplan tot aan de kerst. Dat klinkt misschien super erg dat ik dat nou al allemaal zit te plannen, maar series zijn altijd behoorlijk lang, dus ja, ik moet dat wel doen. Maar we gaan dus gewoon veel doen. We gaan allerlei leuke games spelen. Er is voor iedereen wel wat hier op ShadowGames23. Voor de Minecraft fans is de Minecraft. Voor de Call of Duty fans is de Call of Duty. Voor de RPG fans is er RPG games natuurlijk. Voor de Let's Play games zijn er Let's Play games, walkthrough games. Gewoon alles is er. En daarmee bedoel ik zoals Pokémon, Lego Batman 2. Dat zijn allemaal Let's Play en walkthrough games in principe. RPG is roleplay. Nou, niet echt roleplay, maar ja, ik heb het wel. Maar ja, jongens, even kijken. Wat wou ik nog meer vertellen in deze video? Dit is trouwens mijn mooie huisje. Dus ja, jullie hebben waarschijnlijk ook wel gemerkt dat ik nu onder sommige multiplayer video's wat muziek ga zetten. Ik vind het echt hartstikke leuk om te doen. Het geeft echt een enorme leuke sfeer ook aan de hele video. Dus ja, hopelijk vinden jullie dat tenminste een beetje leuk. En ja, binnenkort, jongens, dit is ook enorm leuk. Gaan Jordi en ik, en misschien zelfs nog wel andere mensen, misschien zelfs wel Tim, misschien Jeroen, Joran, weet ik veel, gaan we een 6 uur livestream doen. Ik weet nog niet wanneer we dat gaan doen. Misschien zondag wel. Dat weet ik niet. We gaan vandaag kijken naar sneller internet, maar whatever. Het is allemaal nog even kijken of het morgen allemaal wil. Ik moet nog settings doen, bla bla. Hoop gedoe als we het zondag allemaal willen doen. En ja, anders gaan we net volgende week zaterdag doen. Dus ja, ik maak nog wel een update video woensdag. Ik maak nog wel een video vrijdag. Waarin ik aangekondigen dat ik dus misschien zaterdag live ga. Je moet er wel even van uitgaan dat we zaterdag dan live gaan. We gaan vandaag nog wel even een livestream doen op Jordi's kanaal. Dit is een gaming kanaal. Ik weet niet wat we moeten livestreamen. Dus vertel dat even aan mij. Dat zou gewoon leuk zijn. We gaan denk ik livestreamen zo rond vanmiddag of zo. Rond een uur of 3, 4. Weet ik veel. Misschien zelfs wel eerder. Ik weet het niet. Hou gewoon mijn Twitter in de gaten en dan zie je het wel. Maar ja, 6 uur live. Stream dus. Ik ga heel veel livestreamen. Wat ik van plan ben, is ik ga proberen om 1 keer in het weekend gewoon te livestreamen. Gewoon een uurtje een game spelen. Een uurtje Ronald speelt Minecraft. Misschien zelfs wel wat Xbox games. Ik weet dat niet, want OBS, dat is mijn livestreamprogramma waar ik mee ga livestreamen. Die vindt mijn HD PVR 2 Gaming Edition niet leuk. Dus dat is even kijken of dat allemaal wel werkt. Anders moet ik XSplit gaan kraken en dat wordt ook nog leuk. Ik moet nog Camtasia gaan kraken. Ik moet nog zoveel doen. En ik heb het ook enorm druk met Donut Movies. Daar probeer ik wat werk aan te verrichten. Dat is mijn Lego kanaal. Dat is eigenlijk het grootste Lego kanaal van Nederland, jongens. Dus ja, best wel grappig. Ik heb daar van die live action video's. Geen stop motion, maar allemaal live. Dus ja, best heel chill. En de een mens die kijkt er ander naar dan aan de ander. De een die ziet het als kinderachtig. De andere ziet het als kunst. Ik vind het zelf kunst, want ik verzin alles ter plekke. Het allemaal live. Dus ja, best wel cool. En ja, jongens. Maar goed, wat ik ga jullie vragen is, laat even wat likejes achter. Subscribe even. En hou gewoon mijn kanaal in de gaten voor allerlei leuke livestream video's. Misschien ga ik zelfs wel naar de Dutch YouTube Gathering volgend jaar. What? Als ik 1000 subs heb gehaald, dan ga ik naar de Dutch YouTube Gathering. En ja, er komt ook een facecam aan. Binnenkort ben ik jarig. Ik ga een nieuwe monitor vragen. Dus de kwaliteit wordt wat beter. Want wel, de kwaliteit is een beetje pixelachtig. Dus ja, de kwaliteit wordt beter. Dan ga ik ook een webcam kopen. Ik weet niet welke webcam. Ik moet nog even kijken. Als jullie suggesties hebben, wel een goede webcam natuurlijk, dan laat het even achter in de comments en dan zal ik daar naar gaan kijken. Ik
ga wel kijken of ik misschien achter die webcam aan kan gaan die Spooky 1611 ook heeft. Ik weet niet hoe duur die is, maar dat zien we dan allemaal wel. Dan ga ik ook wat facecams doen. Dan komt er sowieso bij iedere livestream een facecam van mij. Tenzij ik natuurlijk gewoon bad hair day heb. Nee, hoor. Maar in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Niet zo'n hele lange video, niet te veel gelul. Het is altijd goed. Dus, ja, willen jullie zien hoe ik dit huis heb gebouwd? Moet je even naar Ronald Speelt Minecraft gaan. Nee hoor, maar ik bedank jullie allemaal. Check de kanaal hier in de beschrijving. En ja, dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Volg mij ook op Twitter, jongens. Daar zien jullie alle updates. De tijden wanneer we gaan livestreamen. Daar zien jullie, zeg maar, alle dingen die jullie pas een week later op YouTube zien. Dus bijvoorbeeld, ja, jullie weten waarschijnlijk al dat ik 300 subs heb gehad. Maar ik heb al 2 weken geleden ongeveer, of nou, ik heb nou ongeveer een paar dagen 300 subs. Maar ik heb toen al meteen dat gepost op Twitter. Ik heb niet eerder de kans om deze video te maken. Maar goed, ik lul weer te veel. Dus ja, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken allemaal. En dan spreek ik jullie later. Bedankt allemaal. Hallo, oh mijn god, close up.